welkom bij alweer een nieuwe sportvideo van Missie Koning. Vandaag gaan wij onze buikspieren trainen. Onze buikspieren gaan we trainen aan de hand van drie verschillende oefeningen. De eerste oefening zal ik jullie alvast uitleggen. Je gaat liggen op je rug. De eerste oefening zijn rechte buikspieren. Dus je brengt je arm omhoog boven je hoofd. En je ademt in door je neus. Wanneer je uitademt, kom je omhoog in een sit-up. En je blijft uitademen, je blijft uitademen. Je blijft uitademen tot er echt geen lucht meer in je longen zit. En als je weer moet inademen, dan kom je weer terug. Dat is onze eerste buikspieroefening. Belangrijk zijn een paar dingen. Hou je navel lekker naar binnen, zodat je rug zo plat mogelijk op de grond ligt. Kijk. Als je je navel niet naar binnen trekt, oeps, heb je een holle rug. Probeer dus je rug zo plat mogelijk te maken. Tip 2. Probeer je nekspieren zoveel mogelijk te ontspannen. En hoe doe je dat? Door naar het plafond te blijven kijken. Ik laat het nog één keer zien. Adem in, armen gaan omhoog. Adem uit, je komt naar de zitten. Probeer je nek zoveel mogelijk te ontspannen. En als je inademt, kom je weer terug. Dat is onze eerste oefening. Gaan we naar de tweede. En dat zijn onze schuine buikspieren. Die gaan ongeveer hetzelfde als die rechte buikspieren. Let op. Je ademt weer in als je naar achter gaat. En als je uitademt, kom je naar een schuine sit-up. Je arm wijst of naar je knie. Of richting je enkel. Je hand mag je hoofd ondersteunen, zodat je je nekspieren niet te veel aanspant. En je ademt weer uit. En als je weer inademt, kom je terug naar het midden. Nou, hetzelfde geldt voor de andere kant. Adem in door je neus. Adem uit. En als je inademt, komt weer terug. Kom je weer terug. Nou, dezelfde tips gelden hier. Een platte rug op de grond, zo plat als het mogelijk is. Dat doe je door je navel naar binnen te trekken en ontspan je nekspieren. Dat is de tweede oefening. Gaan we naar de laatste oefening. En de laatste oefening, dat is onze teaser. Nou, teaser, dat betekent die oefening, die gaat niet in één keer. Maar daar gaan we naartoe werken. Dus als je deze buikspieroefening straks met mij mee gaat doen, je herhaalt het een paar weken. Aan het einde van die paar weken kun je de teaser uitvoeren. Let op, die gaat als volgt. Je komt naar een sit-up. Helemaal recht zitten. Dan mag je proberen om eerst één been uit te strekken. En het maakt niet uit hoe hoog je been is, dat maakt helemaal niks uit. Hij gaat in ieder geval ergens van de vloer af. Die mag je vastpakken. Andere been, voor de dansers onder ons, dat mag ook hè. Andere been, komt erbij, pak je ook vast. Misschien lukt dit je al, dit is de eerste stap. Volgende stap, mag je proberen om heel voorzichtig je handen los te laten. En misschien val je de eerste paar keer, dat geeft helemaal niks. Daar werken we uiteindelijk naartoe, naar de teaser dus. In het zitten. Eén been iets omhoog, ik laat hem iets lager zien. Andere been iets omhoog. Lager is die moeilijker trouwens. En handen los. En dan mag je weer. Zullen we dit samen proberen? Een paar keer op muziek. Laten we beginnen. Let op, je mag met mijn tempo meedoen, maar je mag dit ook helemaal in je eigen tempo doen. Op jouw eigen ademhaling.
vandaag. We hebben tot nu toe 10 herhalingen van de eerste 2 oefeningen gedaan. De laatste oefening hebben we 2 keer herhaald. Als je zegt, ik wil nog wat meer, dan herhaal je alles nog een keertje. Of misschien zelfs wel voor een derde ronde. Ik ben heel benieuwd hoe het met jullie gaat, dus laat in de comments hieronder weten wat je van de oefening vond. Zorg ervoor dat je je abonneert op ons kanaal, like en subscribe, Musiconi Dance. Dank jullie wel!